belegging voor de komende week. Voor alle sterrenbeelden. Allemaal afzonderlijk, één voor één. En we beginnen bij de ram. De maan. De ster. En de koningin van staven. Er zijn wat zaken die aan het licht gaan komen voor je. Er waren wat dingen verborgen. Dingen die je nog niet wist, die nog niet duidelijk waren. Die zaken die worden duidelijk deze week. En dat zorgt ervoor dat je... Dat je zelf weer helemaal in je kracht komt te staan. En dat is 9. Nou. De bekers 10. En de schildknaap van staven. Ja, dus je, datgene wat er boven tafel komt voor je, dat gaat ervoor zorgen dat jij helemaal een frisse start kan maken voor jezelf. Je krijgt nieuwe ideeën. Het gaat vooral om creatieve ideeën. Dus het zal waarschijnlijk met je werk te maken hebben of met iets creatiefs wat je doet. Of je... creatief bent in je werk of dat je muziek maakt of ik weet het niet, schildert of er was een het hoeft niet per se zo creatief te zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat je een probleem had waar je niet uitkwam. Daar komt deze week de oplossing voor. Door creatief te zijn, creatief denken. Dus er komt een oplossing voor je probleem. Voor sommige mensen is het een oplossing in een relatie. Dus komt er informatie over bij jou terecht. En wat ervoor zorgt dat je verder kan. En voor anderen is het een andersoortig probleem. Dus voor het werk of iets anders. Maar hoe dan ook, deze week wordt er iets opgelost waar je mee zat. Oké. Stier. Koning van zwaarden. De maan. En de staven 4. Voor jou zie ik dat je ergens mee zit. En je zit heel erg in je bent heel erg emotioneel daarover.
Het is een probleem, je blijft er maar over nadenken. Dus wat dat betreft zit je heel erg in je hoofd ermee. En er komen heel veel emoties bij kijken. Ik zie vooral frustratie en woede. Maar weet dat dat deze week gaat opklaren voor je. Het is een probleem met iemand, met een andere persoon. Misschien zelfs met meerdere personen. Misschien iets wat in je familie speelt, iets wat in je gezin speelt. En dat gefrustreerde, dat gevoel wat je hebt, dat komt omdat je het gevoel hebt dat je vastzit, dat je niks ermee kan, dat je er niks aan kan doen. Maar deze week ga je inzien dat je er alles aan kan doen zelf. Staven 6. En dat, dat alles, alles op zijn pootjes terecht gaat komen. En dat, dat komt eigenlijk omdat jij zelf die verantwoordelijkheid ervoor neemt. Er is nooit iets wat gebeurt in je leven wat je niet zelf kan veranderen. Dus alles wat er in jouw leven gebeurt, heb jij zelf de mogelijkheid voor om het te veranderen of om te veranderen hoe je daarmee omgaat en hoe je daarover denkt. En dat is wat jij in gaat zien deze week. En dat zorgt ervoor dat je een stuk beter gaat voelen. 2 dingen. Zwaarde 3. En de staven 4. Voor jou zie ik een conflict. Wat speelt? Wat jou heel veel verdriet geeft. Het is in de liefde, dus of het in je relatie is of in je gezin, waar je deel van uitmaakt. Het is heel heftig, intens voor je. Het voelt echt letterlijk alsof er een zwaard in je, door je hart heen gaat. Zo sterk is dat verdriet, dat gevoel voor je. En dat heeft te maken met ruzies, conflict. Iemand die jou niet leuk heeft behandeld. En dat heeft jou verdriet gedaan. Weet dat betere tijden eraan komen. Ja, het gaat jouw kant op allemaal. Het gaat omdraaien. Alles wordt beter. Het geluk komt eraan. Misschien nog niet deze week, maar dan wel heel snel. Ik denk sowieso deze maand nog. Zal het geluk aan jouw kant komen te staan. En dan gaat de zon weer schijnen. Ga jij je beter voelen? En de zon. Dus de zon gaat weer schijnen voor je. Het wordt allemaal beter. En dat zie ik echt in februari nog gebeuren. Misschien niet deze week al. Je bent nu nog bezig met het verdriet te voelen, te verwerken. Maar heel snel komt daar die zon voor je. En dan zal je zien dat echt je hele leven gaat omdraaien ten goede. De kreeft.
staat er 8. De hoge priester en gerechtigheid. Voor jou gaat er iets gebeuren deze week. Ik zie dat er iets gaat veranderen in je relatie. Die gaat naar het volgende niveau, zeg maar. Dus misschien als jullie samenwonen, gaan jullie het misschien trouwen. Als er nu nog niet echt een vaste relatie is, dan wordt het een vaste relatie. Het gaat een stapje verder tussen jullie. De schildknap van staven en de staven 9. Het is zo dat een van jullie er nog niet helemaal klaar voor was. Een beetje bangig was. Maar dat is voorbij. En diegene, dus of jij dat bent of jouw partner, die is er nu helemaal klaar voor om dat aan te gaan. Dus een nieuwe start tussen jullie. Vol met passie en vertrouwen in de toekomst. En het einde eigenlijk van alle problemen of moeilijkheden die achter jullie liggen. Dus het lastigste is nu achter de rug. En jullie kunnen samen gaan genieten vanaf nu. Dus mooie tijden komen er aan. De leeuw. De zwaarde 4. De aas van pentakels. En het oordeel. Je zit in een periode, of daar kom je nu uit, van helen. Er is iets gebeurd en daar moest jij overheen komen. Daar moest je van helen. Je bent nu eigenlijk klaar voor een nieuw begin. En je krijgt een aanbod. Of je doet een aanbod. En je gaat daar een beslissing over nemen. Ik zie niet zozeer de liefde hier. Het lijkt me meer te gaan om bijvoorbeeld een nieuwe baan. De ridder van pentakels en de aas van zwaarden. Ja, dus er is wel iemand in jouw leven. Alleen, het schiet niet echt op. En dat zal, er zal deze week wel iets in gaan gebeuren. Er komt communicatie, er komt een beslissing. En misschien is dat toch het aanbod wat er komt. Het is staven 4, dus er is zeker wel mogelijkheid tot... tot geluk. Als dit om een baan gaat, dan is dit je droombaan die er aankomt.
als dit om de liefde gaat, dan is het iets waarvan je dacht dat het ja, niks meer kon worden, omdat het allemaal zo langzaam ging. Maar blijkt nu, na een goed gesprek, dat het zeker wel iets kan worden. En dat het ook echt iets gaat worden tussen jullie. Maagd. Pentakels 8. De ridder van zwaarden. En de hoge priester. Er komt iemand naar jou toe deze week. Dat is een nieuwe persoon. Jij probeert je te focussen op je werk. Vooral thuiswerken. Daar ben je eigenlijk vooral mee bezig. Maar deze persoon die is nogal een doorzetter. Die komt zo aangestormd. En ja, kan geen nee accepteren. Ik weet niet of het helemaal een nieuw persoon is. Ik denk dat dit al even speelt. Het is misschien iemand waar je al een relatie mee hebt gehad. En dat die persoon het weer opnieuw wil proberen. Dus dat het nieuwe eraan is. Ja, met de dwaas en de koning van staven. Ja, dus het is iemand die een nieuwe start wil met jou. Die vol passie en vuur weer die relatie wil aanwakkeren. Ja, jij, wat ik zei, jij bent je vooral op je werk aan het focussen. Maar deze persoon die komt hoe dan ook je leven binnen. En verwacht een antwoord. Wil een ja of een nee horen. Dus bereid je maar vast voor. Weegschaal. De maan. De wereld. En de ridder van Kelkan. Nou, je kan de dingen die er gebeurd zijn in het verleden, in je vorige relatie, kun je een plekje geven. Die laat je achter. En nu dat is geëindigd, ja, kun je je focussen op de toekomst. Je hebt de gevoelens verwerkt, de emoties verwerkt. Je hebt het achter je gelaten. En dan komt daar een nieuwe liefde aan voor jou deze week.
de staven 5 en de pentakels 7. En de staven 3. Ja, dus het zal niet, het zal niet helemaal makkelijk gaan. Vooral voor die persoon die jouw leven inkomt. Je hebt een beetje moeite met vertrouwen. Dat geeft niet. Dat komt vanzelf goed met de tijd. En deze persoon gaat nergens heen. Die heeft geduld. Geduld met je. En begrip ook. En zal gewoon bij je blijven. Totdat jij er klaar voor bent. Dus rustig aan. Schorpioen. Bekers 3, de staven 5 en de bekers 6. Ja, dus dit lijkt op een relatie met een waar een derde persoon aan vast zit. Ik zie een conflict, een ruzie. En dus dat speelt deze week. Of jij in een relatie zit en er is een derde persoon bij betrokken. Dat kan. Of jij bent die derde persoon in een andere relatie. Hoe dan ook, er zijn veel gevoelens bij. Zoals ik het hier zie, ben jij die derde persoon. En kies je ervoor om daaruit te stappen. Ja, om voor jezelf te kiezen. En daar niet meer in mee te gaan. Die andere persoon is het daar niet helemaal mee eens. En zal zijn of haar best doen om te proberen om je te houden. Dus die persoon houdt jou in de gaten. Wil niet dat jij weggaat, dat jij verder gaat. Blijft natuurlijk je eigen keus wat je ermee gaat doen. Dus weet dat contact weer terugkomt. Dus jij probeert weg te gaan. En die persoon probeert jou tegen te houden en bij zich te houden. Oké. Boogschutter. Gerechtigheid, de schildknaap van Kelken. Oh. En de koningin van Kelken.
Nou, ik zie een nieuw begin in de liefde voor jou. Er komt een echte liefde aan voor je. Dus een echte serieuze relatie. Iemand waarmee je zelfs zou kunnen gaan trouwen. Dus echt een lange termijn relatie. De maan en de schildknaap van Staden. Dus en de Staven 4. Dus emoties waarvan je dacht dat je ze niet meer kon hebben. Die komen ineens naar de oppervlakte. En dat zorgt ervoor dat je zo erg hiervan kan gaan genieten. De passie wordt aangewakkerd. Je krijgt nieuwe ideeën en je voelt je gewoon supergoed. En deze relatie heeft echt de mogelijkheid om uit te groeien tot een lange termijn relatie, een huwelijk. Dus dat komt er deze week aan voor je. Steenbok. We hebben de schildknaap van Staven en de aas van Staven en de aas van Zwaarden. Oké. Een heel nieuw begin voor je. Hoeft niet per se een begin in de liefde te zijn. Het is eigenlijk gewoon een nieuw begin. In je leven. Dus iets compleet nieuws wat gaat starten. Misschien heb je een nieuw idee voor een eigen bedrijf. Misschien ga je een boek schrijven. Er is iets in jouw leven wat deze week gaat beginnen. En voor sommigen is dat inderdaad liefde. Komt er een nieuwe passievolle relatie die op het punt staat te beginnen voor je. En Koning van Pentakels. Ja, dus voor sommigen van jullie is het inderdaad een liefde die wat een lange termijn relatie gaat zijn. Een hele stabiele relatie die gewoon eigenlijk gewoon heel lang duurt. Voor anderen van jullie is het inderdaad of een nieuwe baan of een eigen bedrijf starten. Dat denk ik eigenlijk nog het meest. En dat is iets wat jou gewoon op de lange termijn heel veel zekerheid geeft en wat echt een succes gaat worden. Dus dat ga je deze week starten. Waterman. Thank you.
De zwaarde 9. De koningin van staven. En de bekers 10. Sorry, bekers 2. Je komt uit een periode van stress. Sombere gevoelens. En je bent bezig je eigen geluk weer te vinden. De liefde voor jezelf. En dat zorgt ervoor dat je iemand gaat ontmoeten. Dus er komt iemand je leven in. En dat is jouw ware liefde. Het is een soulmate die deze week naar je toe komt. Die je gaat ontmoeten. Pentacles 9. Je was zo lang single. Dat je daar misschien een beetje wanhopig van werd. Dat je zo graag iemand wilde vinden, een relatie wilde krijgen. Dat je dacht dat het nooit meer zou gebeuren. Dus waren het 2. En de dood. Ja, dus eigenlijk doordat je dat gevoel los hebt gelaten. En die sombere gevoelens achter je hebt gelaten. Die stress achter je hebt gelaten. En je gewoon gelukkig bent gaan voelen zoals het was. Zoals je leven eruit zag. Precies dat. Wat je hebt gedaan, dat heeft ervoor gezorgd dat je nu, nu die ware liefde kan gaan ontmoeten. En daarmee kan gaan samenkomen. Dus hartstikke mooi. En de vissen. Schildknaap van zwaarden. De zwaarde 2. En de hoge priesteres. Nou, jij gaat deze week een beslissing nemen over iemand uit jouw leven. Er is iemand in jouw leven die waar je over twijfelt. Hoeft geen liefdesrelatie te zijn. Kan ook een vriend of vriendin zijn. En jij gaat deze week een beslissing nemen of je deze persoon nog in jouw leven wil of niet. Er is iets wat je voelt wat niet helemaal in orde is. Staven 6. De magier. En de koning van staven. Nou, het kan uitlopen op een kleine ruzie. Maar weet dat jij als overwinnaar uit de bus komt. Probeer rustig te blijven. En gewoon te zeggen wat je denkt, wat je voelt, wat je ervan vindt. En dat gaat ervoor zorgen dat je hoe dan ook jezelf er goed over kan voelen. Achteraf. Het is inderdaad iemand die niet goed voor jou is. Dus die twijfel die jij hebt, die is zover ik hier zie, is gegrond. En dan zou je er inderdaad goed aan doen. Je bent vooral bezig nu om die, ja, ben je te veranderen.
en je leven zo in te richten dat je alleen nog maar mensen om je heen hebt die, waar jij je goed bij voelt. Die je in je leven wil. En ja, die jou helpen om verder te komen. En niet mensen die jou vasthouden, die je terughouden. Dus dat doe je heel goed. En dat komt helemaal goed, zie ik. Oké, nou, dat was deze week. Tot de volgende keer. Nou.